Die botsing tussen begrip en onbegrip zie je constant. Hij heeft ideeën en de buitenwereld reageert erop. Wat ben je aan het doen? Ik snap er helemaal niks van wat jij zegt. Ja, kijk, hij had heel erg... durfde hij te tornen aan alles. En ik denk dat hij daarom zo bijzonder is. Is hij... heel veel middelbare scholieren houden zich vast aan het idee dat hij slecht op de middelbare school was. Maar dat is helaas gewoon een wijdverspreid misverstand. Hij was echt al briljant. Dus hij wist eigenlijk al wel wat de gevestigde ideeën waren. Alleen hij durfde eraan te twijfelen. En aan dingen te twijfelen die waar niemand anders aan durfde te twijfelen. Zoals bijvoorbeeld dat ESMC-kwadraat. De reden dat hij op die relativiteitstheorie kwam was eigenlijk dat er twee hele grote wetenschappers voor hem waren geweest. Ene was Newton, die vertelde alles over beweging en van alles en nog wat. En dan had je meneer Maxwell en die ging over licht en magnetisme en dat soort dingen. En die spraken elkaar op een fundamenteel niveau tegen. Het leek wel een beetje alsof één van tweeën moest ongelijk hebben. En hij zat erover na te denken en hij dacht, ja, ik voel gewoon dat ze allebei gelijk hebben, maar als dat zo is, dan moet ik een van de meest fundamentele dingen die je voor kan stellen, loslaten. Namelijk dat een seconde niet altijd een seconde duurt. En dan denk je misschien, ja, in de psychologie, op het moment dat je verliefd bent, dan duurt de tijd soms heel te kort. Ja. En als je je verveelt, dan duurt het eindeloos lang. Maar dat bedoel ik niet. Dat is de psychologie, zeg maar, van de ervaring. Maar als je hele nauwkeurige klokken maakt, die echt goed lopen, dan voorspelt Einstein, als je de een in een vliegtuig stopt en de ander niet, dan gaan ze op een gegeven moment anders lopen. Omdat in het vliegtuig loopt de tijd een fractie van een fractie, voor ons mensen onmerkbaar bijna, maar een fractie van een fractie anders. Dus hij liet daar los dat de seconde altijd een seconde is. En men had al eeuwenlang het idee, ja, natuurlijk duurt de seconde altijd een seconde. En als je dit hoort voor het eerst, ja, dan moet er eigenlijk bijna ontstaan van wat een bizar verhaal. En dat is het ook. Maar hij liet dat zien, hij bedacht dat, en al een eeuw lang wijst elk experiment aan dat hij gelijk had. En hij deed dat puur door zich vragen te stellen als, wat gebeurt er als ik heel snel fiets en langs een lichtstraal ga fietsen? Wat zie ik dan? Een soort onzinnige vraag bijna, maar dat soort kinderlijke vragen, die durfde hij te stellen en de consequenties ervan te accepteren. En daardoor is hij de grootste wetenschapper aller tijden.